Yo, dames en heren, mijn naam is Doorn en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe Pokémon! Ai, cool, leuk dat jullie er allemaal weer zijn. Welkom terug bij Pokémon. We zijn inmiddels in de Team Magma Hideout en wij gaan eigenlijk de grote baas verslaan in Team Magma's huis. Hideout, mocht er een grote baas zijn. Ik heb Bolly even een potion gegeven, aangezien die in de vorige aflevering had hij heel weinig HP. En dat komt simpelweg door zulke shit, door die fucking Torkoal. Want Torkoals zijn blijkbaar heel sterk en ook nog relatief snel voor het feit dat hij eigenlijk gewoon een fucking schildpad is. Wat natuurlijk wonderbaarlijk is. Oké, deze hideout is pittig fucking groot. Laten wij... Geodude is meestal langzaam. Dus die kan ik wel in één keer verslaan met een Surf. Of een Bubble Beam. Hij heeft Rollout. Dat doodt me niet. Het deed wel 11 damage, maar het zal me niet doden. Bubble Beam, come on! En het is super effectief en het doodt hem in één keer. En dat is toch prachtig. 172 experience in de pocket voor Oerwoud en Bolly. Daar hebben we de eerste uitdager. Our leader told us to dig into Mount Chimney. So we dug and dug. And in the course of digging, we came across something that blew our minds. What did we find? Wahaha, I'll tell you if you beat me. Tijd dat we hem gaan verslaan. Duidelijk. Stel je voor dat we hem niet verslaan, joh. Hij heeft maar één. Hij heeft een Puccinia. Fuck. Dat gaat, Bolly gaat eraan. Bolly gaat er letterlijk aan. Surf. Alsjeblieft een one hit kill. Easy. Swaggerino Unlimited. Damn, dat was easy. Doen we gauw nog een keer grunt. Oké, wat heb je gevonden? Zeg het. Zeg het. I won't tell you after all. You'll find out when you get there. It'd be better if you save surprises to the end. Don't you think? Geef ik hem volkomen gelijk in. Even kijken wat hier buiten is. Dat is niks. Tenminste, dat is misschien next level shit. Want uiteindelijk kan ik hier niet naartoe. En moet ik waarschijnlijk vandaar naar beneden. Oké, ik ga hier wel doorheen. Zo. Yo, what's up, bitches? Jij wilt een battle doen. Dus om even jou voor te zijn, gebruik ik even een super potion. Op Bolly. Zodat hij weer even... met wat HP de strijd in kan gaan. Want stel dat hij een Torkoal heeft of wat dan ook. And you don't really accept me to keep my trap shut and let you waltz by me? Eigenlijk wel. Daar hoopte ik op. Maar jammer. Kan hij alles winnen? Helaas. Die Paralyzed heeft trouwens nog weinig effect gehad op Bolly wat dat betreft. Dus dat is echt super chill. Oh my god, en natuurlijk op het moment zodat ik wanneer ik het zeg, dan gebeurt het. Ember, zal weinig effectief hebben, maar niet burnt raken. Gelukkig, gelukkig. Oh yeah, one shot. One shot, bitch. Oh, Bolly is bijna level up, zo spannend. Zo spannend. Vraag me af waarom ik eigenlijk Oerwoud aan het levelen ben, aangezien die... Jou wil ik ook wel battelen. Jij bent echt zo'n Team Magma chickie. Only Team Magma members are supposed to be in here, but you're not dressed in Team Magma uniform. You rouse my suspicion. Battle with me. Oké. Het is omdat je zo'n lekker ding bent. Maar dat is ook het enige, hè? Ik bedoel, al kwam je met een al was je een dude en je zei exact hetzelfde. Dan stak ik gewoon daadwerkelijk mijn middelvinger naar je op. Geen flinch. Mooi, geen flinch. Want bite kan er ook nog voor zorgen dat je flinched raakt, geloof ik. Paralyzed cannot move. Shitballs. Roar. Andere Pokémon. Wie krijgen we nu? Oerwoud. Oh. Okidokie. 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 Fly. Sure. Bite. Haha, gemist, balzak. Fly. Damage. En het doodt hem. Oh my god, ja. Oerwoud is zo awesome. Het is gewoon echt... Eigenlijk gewoon een vliegende bananenboom is het gewoon. Kijk die bananen aan zijn oor hangen dan. Fucking yes, Bolly level 35.
En dik veel experience voor Oerwouds. Hartstikke mooi. Ai. Of ai yi yi. My pride as a team magma member. Hier, neem 580 doekoe en ga van mijn vandaan. Wat zijn die apparaten, by the way? Misschien moet ik trouwens ook maar even een repel gaan inschakelen. Want anders blijven die torkels op me afkomen. Ga van me vandaan. Got away safely. Oké, apparaat, wat doe jij? Oh my god, stress. Aha, een intruder. Ja, je zag me net ook gewoon niet al eerder met mijn fiets langs rijden of zo. Pas als ik je daadwerkelijk in de ogen aankijk, dan zit je van... Jij hoort die niet? Yo, what the shit, een baltoy. Dat is awesome. Dat was toch een ground in steen of zoiets? Ancient power. Iets met stenen. Deed daadwerkelijk 7 damage. Ancient power. Blijkbaar waren ze in ancient times helemaal niet zo sterk. Maar dat maakt mij niet uit. Een Zubat? Serieus? Tijd niet gezien. What up, Zubat, my nigga. Hier, neem een steen. Oh nee, niet Confuse Ray. Dat kan ik echt niet nog bijgebruiken naast Paralyze. Oh, fucking shit. Wat het vervelende aan Confusion is... ...is dat het is een status effect, maar ook weer niet. En dat is juist het super aparte eraan. Dus hup, man, ga jij maar erin. Jij hebt kei weinig levels. Eigenlijk wil ik man gewoon wegdoen voor... ...hell, I don't know, een ander Pokémon. Gewoon... ...hetgene wat ik als eerste tegenkom. I don't know. Maar ik wil wel Psychic houden, want Psychic is gewoon fucking dope wat dat betreft. Maar, welke? God, dat is de struggle. Dank u wel, man. Misschien moet ik maar even een full restore gebruiken op... een full heal heet het, geloof ik. Hier, neem een battle. Oh, een intruder. Dude, ik battled het net met die gast naast je. What the fuck is er mis met jullie? Ook een baltoy. Oké. Komt u maar op, baltoy. Ben ik trouwens nog steeds confused of was dit alleen voor de vorige battle? Ancient power, 7 damage, 36. Oh, nice. Surf super effective, baltoy is weg. Volgende Pokémon alstublieft. Wat is je volgende? Oerwoud, level 36. Way to go, jij vliegende bananenboom. Numel, tweede Pokémon. Als het goed is... Ben ik aan de beurt en dan surf ik gewoon over hem heen en is hij dood. Oh my god, hij is eerder. 6 damage, dat damage though. Inkablam, Numel is dood. Oké, ik ga denk ik iets van een hyper potion gebruiken op Bolly of zo. Om gewoon even volledig HP te krijgen. Of zal ik daarmee wachten totdat ik uiteindelijk bij de eindbaas ben van Magma Hideout? Dat zou ik best... Het is een Graveler! Oh my god. Graveler is awesome. Weet je wie er nog meer awesome is? Die ene dude die daarna komt. Golem was het. Alleen het punt is, voor Golem moet je... Oké, mijn dingetje is dood. Maakt een stomme keuze. Ik zat verkeerd te rekenen. Nee, maar om Golem te krijgen moet je... Hoe heet het? Traden. En in deze serie ga ik eigenlijk niet de tijd nemen om te traden, aangezien ik constant op avontuur ben. Oh mijn god, ja. Razor Leaf, high critical damage. Doet er niet naartoe, want het is sowieso super effective. Want gras en water is goed tegen steen. Hartstikke goed. Oké, tijd om maar een revive te gebruiken. Ook al vindt mijn Pokémon dat totaal niet leuk. Nee, moet toch iets. Word maar weer wakker. En dan geef ik je ook gelijk even een... ding. Waar staat hij? Niet een potion, super potion. Hatser. Bolly is weer in. Goeie vorm. Wat is hier beneden? Ik kan daar doorheen, maar ik wil kijken wat hier is. Oh my god. Waarom zijn er constant gewoon willekeurige Pokémon hier? In een fucking hideout. Vallen die Pokémon dan uiteindelijk ook die andere dudes aan van Team Magma? Dat is iets wat ik me afvraag. Of dat daadwerkelijk zo is.
Waarschijnlijk niet. Waarom niet? I don't know. Omdat ze misschien samen in harmonie leven in een grot. Weet ik veel. Fucking shit. Wat moet jij nou weer? What did I do to deserve this guard posting? I don't know, maar het is één waardeloze guard posting. My left ear is burning up. It's funny because... nee, het is gewoon... hij heeft gelijk. Hij heeft echt een kutpositie. Ja. Omdat hij ook gewoon letterlijk naast een lavaputje staat. Dus hij moet gewoon niet in slaap vallen. Want dan valt hij gewoon in de lava. Nou, en dan val je in de lava. Ik bedoel, ik ken het niet uit ervaring, maar volgens mij is dat zeer pijnlijk. En kan je daar best aan doodgaan of iets. Dus dat is gewoon een aanrader van mijn kant om gewoon niet het lava in te springen. Rollout. Blom, super effective. Zubat is niet meer. Hartstikke mooi. Dank u wel, Zubat. Volgende battle, alstublieft. I'm getting heat exhaustion. Is dat überhaupt een ding? God, waar moet ik eigenlijk naartoe? Want de magma hideout is nog best wel groot, merk ik nu. En om nou een super rappel te gaan gebruiken om een beetje te zoeken waar ik naartoe moet, dat lijkt me het ook weer niet waard. Dus ik ga het gewoon wel zo zoeken en dan run dit, run dat. Hey, Chicky, alles! We joined so we can help our leader achieve this fantastic vision. I don't care if you're with Team Aqua or if you're just some kid passing by. No one interferes with us and gets away with it. Oké. Ik ga compleet akkoord met de visie die jij hebt. Ook al vind ik het niet helemaal terecht. Het is een beetje vooroordelend van, yo, mag ik hier niet fietsen of zo? Whatever. Maar ja, als jij zo wil nadenken over het leven, fucking doe dat. Ik sta niet in de weg. Ik versla alleen je Pokémon en dan ga ik weer weg met een YOLO gezicht. Want ik pak ook je geld af. Even kijken, hoeveel geld krijg ik? 580. En als ik elke keer 580 krijg voor elke battle, ja, dan tikt het op een gegeven moment best wel aan. Geodude. Een balletje met armen eraan. Pop, pop, pop. Weg. Oké. Eerst even dit ding pakken. Een nugget. Die kan ik goed verkopen. En dan gaan we nu hier doorheen. Ik weet niet of ik hier naartoe moet. Kijk, een boor. Het zijn allemaal boormachines. Moet ik hier naartoe of? Blijkbaar niet. Oh, wacht. Jawel. Ik dacht dat ik daar niet langs kon. Want ik weet niet. Pixels liet het gewoon apart zien. I want to see Groudon too. Ze zijn een Groudon aan het uitboren of zo. But they won't let me see even its tail. It's got me feeling really frustrated. Oh no, I blabbed about Groudon. Ah! Nu weet ik waar ze naar op zoek zijn. Stel dat je dwazen. Vooral jij eigenlijk. Grunt. Maar nou hebben ze allemaal baltoys. Het is gewoon één bubble beam and it's gone. Maar hier. Bubble beam. And... it's gone. Doei baltoy. Leuk je gekend te hebben. Net zoals al je broeders en zusters die ik hiervoor ook allemaal bloedlustig heb vermoord. Eigenlijk niet, ik heb ze Nokkie geslagen. Want vermoorden gebeurt niet in het Pokémon-universum. Een duel battle, ach wat enig. Ik heb Kleurtje aan mijn zijde, of zal ik Drolly erbij doen? Nee, Kleurtje is wel een goede keus. Let's go. Duel battle up in this bitch. Foehaha, soon, very soon, our grand objective will be achieved. You're not finished yet. You're not getting by me easily. Wedden van wel. Wedden voor 10 euro? Dat het mij relatief makkelijk gaat lukken om jullie te verslaan. Grunt en grunt. Een Numel en een Zubat. Oh my god, ja. Oké, ik zit even te kijken. Ik doe wel Surf. En ik doe wel Secret Power. Ja. Oh my god. Hij beet. Secret Power is zo fucking vals goed af en toe. Dus ik daar echt simpelweg voor die reden maakt het een beetje goed dat ik blij ben dat ik Kleurtje heb. Maar voor de rest vind ik Kleurtje echt gewoon... pff. Maar echt, die Secret Power die verbaast me constant weer. En dat is goed.
I've come so far, but now this, blah blah blah, he's knocked down, la 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 la. Is he the boss al? Of the Groudon of zoiets, of iets in die geest? Hehehe, you made it this far, so I'll tell you. That's right, up ahead, Groudon is sleeping. Maxi went to Groudon just seconds ago. It's going to awaken real soon, hehehe, hehehe. Nou. Okay. Okay. Jij bent geen grunt. Interessant. En als jij alleen maar level 26 hebt, dan hoef ik echt alleen maar Bubble Beam te doen. Dan ga ik een beetje achterover zitten en... Yo, doe het maar. Kom wel goed, Bubble Beam. Bolly is 9 levels hoger. Ik hoef me dan totaal geen zorgen te gaan maken. Ja, ik kan voor hetzelfde geld kan ik ook wel Rollout doen. Maar dat moet opbouwen en shit. Dat kan ik nu op zich doen tegen deze Mytinia. Maar deze is 28. Ja. Oké, dat ga ik doen. Intimidate cuts bullets attack. Oké, Rollout. Plomp. Hier, neem een paar steentjes. Maar zo direct. Het worden kei veel stenen. Oké, Rollout. Mis. Was het omdat hij me identifieerde? Weet je wat? Anders doe ik wel gewoon surf, weet je? Swagger. Mytinia heeft wat swagger. Ik kan double edgen, maar... Daar heb ik geen zin in, want het kost mij ook damage. Geen self damage, please. Ik heb zo'n hekel aan confusion. Ah, gelukkig maar. God. Confusion is zo irritant, omdat gewoon, het is altijd echt... Er zal vast wel een betere verklaring voor zijn, maar af en toe komt het echt overal alsof het gewoon een fucking 50-50 is. Of je nou damage op jezelf doet, of op de tegenstander. En het kan misschien 70-30 zijn, maar het voelt echt gewoon als een fucking... als gewoon fucking 50-50. En dat is vet irritant, want dan kan je niet meer strategisch naar het spelletje kijken, omdat dus... Er zo'n coin flip tussen zit. En daarom eigenlijk. Een Camerupt, dat is eigenlijk de evolutie van een Numel. Ik zit even te denken. Dus eigenlijk is alleen Bolly daar goed tegen. Maar Bolly is even in fucked up status op het moment. Dus ik doe het wel gewoon met kleurtjes. Prima, ik doe het wel joh. Hier, neem een secret power. Hier, bijt. Om nom nom. Camerupt flinched. Hup, nog een bijt. Flinch nog een keer alstublieft. Ah, oh, jammer. Een takedown. Oké. 40 damage. Dat is best veel. Hier, neem een strength. Bam, bam, bam. Dood. Ja, kleurtje. Doe je goed, man. Taken down again. Hehe. Geef meer geld. Hehehe. Oké, laten we maar even een hyper potion of... Ja, hyper potion. Ik heb ze gekocht, dan moet ik ze er ook gebruik van gaan maken. Hier, Bolly. Neem het. Ook al was het totaal niet waard, want je hield echt je Pokémon met 200. En ik deed het maar met 72. Maar, fuck it, YOLO. Je hebt ze, dan moet je er ook gebruik van gaan maken. Vind ik dan, hè. Oh my god, Bolly. We gaan wegrennen van de Geodude. Want we hebben al er eentje en die heet de Verlosser. Een Max Revive. Nice. Die is chill. Zullen we die ook nodig hebben nu we naderen bij de bos? Dit is de bos volgens mij. Hallo bos meneer. Wacht, anders gebruik ik nog even een pipi up of zoiets. Nee, pipi restore was het. Heb ik dat? Shit. Dat is balen. Oh, wacht hier. Fully restore the PP of a selected move. Surf. Nice. Dan kan ik weer even een aantal keer surfen tegen de baas. Groudon. Nothing could awaken you from your sleep bathed in magma. But this blue orb is what you sought, wasn't it? Bla 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 bla. Oh my god.
Oh, wacht, dat is die legendarische shithead. Oh, balls. Waar is hij heen? Groudon, what's wrong? Wasn't the blue key? Nee. Dat is, oh. So it was you. Ta-da-da-da-da. Battle tijd. Met de magma leider. Bring it, bitch. Ta-da-da-da. Magma leader Maxi. En Mytenia. Oh my, 37. Holy shitballs, man. Iets hoger dan ik had verwacht. Oh, balls. Oké, anders ga ik toch maar rollout tegen jou doen. Ook al weet ik niet of dat een goede kans is. Alsjeblieft geen confusion. Attack sharply, Rose. Oh god. Oh god. Oh god, dit gaat niet goed komen. Het gaat niet goed komen, dit. Ik heb zo'n hekel aan confusion shit. Takedown. Damage. Ik snap ook niet waarom ik eigenlijk fucking... Oh, snapped out of confusion. Nice. Ik weet niet of deze dude, zeg maar... Pokémons heeft die... met vuur te maken hebben. I don't know. Rollout in ieder geval. Hier, neem stenen. En fucking Mytenia, die gaat me niet dood. Wacht. Hier, neem nog meer stenen. Blijf jij maar lekker potions gebruiken. En uiteindelijk one-shot ik je gewoon. Takedown. Zal niet genoeg damage zijn. Hoop ik, als het geen critical hit is. Nice! En nu, rollout hit. En dan heb ik hem. Oh shit, maar mijn rollout blijft gewoon doorgaan. Oh shit, ja, dat was ik even vergeten. Maar dan zal de volgende Pokémon echt één flinke oplawaaier krijgen. Een Crobat. Oh, als die stenen op zich krijgt, is het gewoon af. Klaar, over. Nee, nee, fuck you. Hij is eerder. That's fucked up. Kleurtje, doe je ding. Gooi er maar, I don't know, een geheime kracht overheen. En daarmee bedoel ik Secret Power. Aircutter, hoeveel damage doet die? Want die is enorm snel. Ja, hallo? Ja, maar dat is een hele gemene aanval. Hier, neem een iets. Oké dan. Ik ben bang dat ik deze battle ga verliezen. Kom ik nu opeens achter? Oh nee, oh nee, oh nee. Ja man, doe jij me gewoon even wat damage. Voor hetgene wat je kan doen. Hier, neem een... Ja, oké, hij is dood. Dat was zonde. Oké, je moet dus iets van een tanky Pokémon hebben. En de meest tanky die ik heb is Oerwoud. Dus fuck it. Go. Fly. Confuse Ray. Fuck die shit, ouwe. Fuck Confusion. Wat een verschrikkelijke tyfus aanval. Status effect shit. Vlieg gewoon de lucht in. Dank u wel, dokter. Oh mijn god. Come on. Are you shitting me? Je doet fly en dan vervolgens fucking hit je jezelf. Je fucking idiot. Ja, deze battle is voorbij. Simpelweg gewoon door confusion is het gewoon voorbij. Bite, ja, af. Jonge, jonge, jonge. Oh my god, ouwe. Een verschrikkelijk Crobat. Ik had hem gewoon in één keer moeten killen als ik een fucking stenen tegenaan gooi. Maar waarom deed hij dat niet? I don't fucking know. Wing attack. Super fucking effective om dat fighting. Hier, gebruik een overheat. Waarom is flying zo goed tegen mijn Pokémon? Oké, wat is een snelle aanval? Double kick. Maar Crobat is altijd eerder. Super potion. Fucking shithead. Oh my god, dat doet gewoon geen damage. Doet gewoon nul damage. Oké, overheat. Aircutter, Pokémon dood. Yep. Crobat owned mijn team. En ik kan er niks tegen doen. Ja, ik kan wel een revive gebruiken, maar dan alsnog. Elke keer gebruikt hij die aircutter en daardoor is hij gewoon... Ah, fuck off met je Confuse Ray. Oh my god. Als ik serieus mijn fucking Shockwave nu niet kan gebruiken... ...omdat Confusion self-damage hit... ...dan word ik echt zo pissed. Super effective en alsnog killt het hem gewoon niet. Oh my god.
Drolly, all hope's on you. En is dat afhankelijk van welke Pokémon hij hierna heeft? Welke ik dan van mijzelf ga max reviven? Dit is echt super gevuld met shit. Hier, experience. Oké, welke komt hij? Camerupt. Oké, ik ga hem yawnen. Hopelijk ben ik dan op tijd. Hopelijk doet hij niet genoeg damage, want dan kan ik nog een Pokémon reviven. Earthquake. Oh god. Grond is fucking goed tegen poison. Oh my god, dit meen je niet. Fuck dit, ouwe. Fuck dit. Het is man echt één zinloze fucking Pokémon. Oh my god. In ieder geval, hier ga ik het bij laten en ik wil jou bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke video, dan mag je dat belonen met een duimpje omhoog. En dan zie ik jou heel graag terug bij de volgende Pokémon. En hopelijk gaat het ons dan wel lukken. Tot de volgende keer.